Vanaf donderdag 21 november om 8 uur 's morgens gaan we dat gedeelte wat was afgesloten, namelijk tussen het Molenpad en Limesgracht, let wel tot Limesgracht, ietsje voorbij Limesgracht, gaan we openstellen. Dat wil zeggen dat het verkeer dat rijdt over de Hogerhuisstraat, komende uit de richting van Bureau Nieuwehaven, zich dan kan verplaatsen richting rechtdoor kan rijden naar richting Limesgracht. Dan kunnen ze daar links afslaan in Limesgracht om vervolgens dan hun weg te vervolgen naar de binnenstad of zo. Let wel, als u rijdt over de van het Hogerhuisstraat uit de richting Nieuwehaven, als u rijdt over de linker rijstrook bekeken in uw rijrichting, dan gaat u linksaf moeten inslaan in het Molenpad. Bent u op de rechter rijstrook bekeken in uw rijrichting, dan gaat u lekkertjes rechtdoor naar Limesgracht om vervolgens door te rijden. De politie gaat er zijn om u te begeleiden. Wat ik ook wil aantameren, donderdag, u weet, we hebben gesteld Molenpad is dan tussen 6 uur en 10 uur 's morgens één richting vanuit Zwartehovenbrugstraat naar tot de Afiabastraat. Donderdag is de laatste dag daarvoor. Vrijdag is dat niet meer van kracht. Mensen, ik leg de nadruk hierop. Vrijdagmorgen tussen 6 en 10 is het Molenpad geen één richting meer. Het wordt opengesteld in twee richtingen. Ja? Zo ook de Afiabastraat. Want daar hadden we ingesteld ook één richting vanuit het Molenpad tot de Gemeenelandsweg. Dat komt te vervallen. Omdat men hier gaat kunnen rijden, Hogerhuisstraat naar Limesgracht. Let u daarop. Let u daarop. Ik leg de nadruk daarop. Tot morgen, donderdag om 10 uur, is dat nog wel het geval. Daarna is het open in beide rijrichtingen. Ja, Bradangasa, Likvou Sabi, Zwartehovenbrugstraat bij Tapu, tussen Molenpad en Limesgracht. Oké, okay, vanaf Tamara donderdag 21 november uit uw manting apasidato opobaka. Dat wil zeggen, dat wantaki, dat if je rijdt over de Hogerhuisstraat, je moppen uit de richting voor Scoutbureau Nieuwehaven, dat je mag rijden langa gomit Limesgracht. Maar, hoor naar ide, if je rijdt over de Hogerhuisstraat, bekeken in uw rijrichting, if je rijdt over de linker rijstrook voor Hogerhuisstraat, dat je hebt go linksaf in Molenpad. Als je rijdt op een rechte rijstrook, dan kan je langa. Scooter de voor begeleid je morofara. Als je gaat Limesgracht linksaf, in de mango morofara, in Limesgracht je go, dan kan je alle passie op de Waaldijkstraat, Hofstraat of Latendadel, voor rijgo richting foto of zo je wil noorden. Dat na één. Dat want aquí, dus Tamara, Molenpad, Likvou de Nono, Molenpad de Alamanting, vanaf 6 uur manting kom ik 10 uur Molenpad de wanrichting vanuit Zwartehovenbrugstraat kom ik Afiabastraat. En zo ook Afiabastraat vanaf Molenpad kom ik Gemeenelandsweg. Ja? Maar vrijdag manting dat no de moro. Aan één richting dat no de moro. Molenpad no de inrichting, zo ook Afiabastraat. A verkeer om maar rij over beide rijrichtingen. Hoor dat na Ede, hoor dat hij na fasi want no zo ook aan mek brokken en dat doen we niet. Werd wel scooter de tap zwaar over de straat voor begeleid. A aannemen Rokotranga, scooter Rokotranga, de overheid heeft hard gewerkt. Zwaar over de straat gaat open, de telek Limesgracht, dat kan ben linksaf, dat ben daar rij morgen vrij.